Hallo, ik ben Luna van de Wijktijgers en ik wil u interviewen en ik wil allemaal vragen wie u bent. Ik ben Marjan Verginneke en ik ben een ambachtsvrouw. Ik noem mezelf eigenlijk geen kunstenaar. Ik maak hele mooie dingen en die exposeer ik ook. En het liefst exposeer ik leuke, mooie dingen van andere mensen. Vind ik nog leuker. Wat is kunst eigenlijk? Dat is voor iedereen wat anders. Meestal, de meeste kunstenaars zeggen als je er je brood mee verdient. Dat is heel knap. Dat is op zich al een kunst. Maar ik vind alles kunst wat anderen verwondert, leuk vinden, misschien lelijk vinden. Maar in ieder geval waarvan je zegt van, zo, dat is gemaakt door iemand. Jeetje, dat vind ik al een kunst. Wat voor kunst maakt u eigenlijk? Ik maak platte gronden, grappige platte gronden van evenementen en wandelroutes. En ik heb veel kattenkunst. Heeft u ook misschien een paar kunstwerken gemaakt in de Oosterhof? Een beetje ergens gezet, ergens? Ik niet, maar mensen van de kunstkring, want we hebben een groep mensen die kunst maken in de wijk, die wel. Wat betekent eigenlijk kunstkring? Kunstkring is een kring van mensen en ook kinderen die kunst maken en die samen exposities organiseren en de kunstroute organiseren. Dan is heel Alexander vol met kunst. En dan kun je er langs wandelen, langs al die huizen met kunstenaar en kunstenaresjes en kunstenaars en kunstenaars, hoe moet je het anders zeggen. En dan kun je kijken thuis bij hun. Wat vindt u eigenlijk heel erg mooi kunst, wat u eigenlijk zelf ook probeert te maken? De kunst van Rob Espach, die woont hier aan de overkant. Die man die doet het met één hand en die maakt zulke leuke kleurrijke dingen. Ik vind dat fantastisch. Kan ik met mijn twee handen nog niet. Vind ik heel mooi. Oké, hallo, ik ben Mara. En ik ben Tess. Oké, nou, wij gaan interviewen over kunst. Hoe heet u? Rob Espach. Oké, wat voor kunst maakt u? Nou, dat kun je zien aan de muur. Wat vindt u leuk aan kunst? Wat je bezig bent. Oké. Wat vind je van de kunst in Oosterflank? Geweldig. Waar schildert u? Dat doe ik hier, plat. Schilder die doet meestal op restseel. Maar dat ken ik niet, omdat je maar één hand hebt. Hoe heeft u geleerd zo kunst te maken met één arm? Van mezelf. Dat heb ik zelf gedaan. Knap. Hoe lang duurt het eigenlijk om één schilderij te maken? 2-3 weken. Wow, dat is best wel lang. Tot de volgende keer. Bedankt.